Goeiedag, ik ben Geert van Tottenjans. Ik ben kunstschilder en ik mag hier wonen op dit prachtige klooster. Het is in 1310 gesticht door de Johanniter orde, ook wel Maltese orde genoemd. En misschien kent u het wel als de commanderij van Sint-Jan. Dat klinkt militair, vindt u niet? Is het ook wel? Want de commanderij van Sint-Jan sticht overal kloosters langs de weg naar Jeruzalem om de pelgrims van onderdak te voorzien en van voedsel. En soms medische verzorging als ze het nodig hebben. Maar wat ze ook doen, is hen beschermen tegen roversbenden en de ongelovigen die ook op de weg staan te wachten om hen te beroven. En dat doen ze desnoods met het zwaard. Maar ik heb geen zwaard hoor. Ik ben een kunstschilder. En ik maak altaarstukken en grote schilderijen met Bijbelse voorstellingen. Voor onder andere de Sint-Jan. Een waarzegger op de markt heeft mij ooit verteld dat over 500 jaar mijn werk nog te zien zal zijn in grote steden over de hele wereld. Hij noemde Parijs, Londen, Amsterdam. Dat is niet zo ver, denkt u. Maar ook Wenen, Berlijn en Praag. Hij vertelde me ook dat ik het voorbeeld zou zijn, eigenlijk de grondlegger van de Noord-Nederlandse schilderskunst. Dat zal allemaal wel zo zijn hoor. Maar ik heb hier mijn natje, mijn droogje en de proost is blij met mijn werk. Wist u dat de graven van Holland hier logeren in dit klooster als ze op bezoek zijn in Haarlem? En die waarzegger, ja, hij heeft nog veel meer verteld, heeft me verteld dat de prinsen van Oranje-Nassau over honderden jaren nog steeds erelid zijn van deze orde. Hij heeft me ook iets verteld dat ik helemaal niet kan plaatsen. Over 100 jaar zou hier geen monnik meer wonen vanwege een nieuw geloof. En ja, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Want dat prachtige klooster, die mooie altaarstukken, oh, dat mag je niet zeggen van je eigen werk, maar toch. En die lieve, vriendelijke monniken. Ja, je moet ze niet boos maken, want dan zwaaien ze weer met de zwaarden. Even verderop is nog een belangrijke plek in Haarlem. Dat is de Janspoort, de poort naar het noorden. Dat is een van de 14 poorten die Haarlem beschermen tegen aanvallen van buitenaf. En tussen elke poort zitten hele dikke, ondoordringbare muren. Geen vijand die binnen kan komen zonder dat wij dat willen. En al om 9:30 s'avonds gaan de poorten allemaal op slot. En er komt niemand meer binnen of buiten. Haarlem is een veilige stad. En de Haarlemmers kunnen rustig slapen 's nachts. Maar ik heb nog geen tijd om te slapen, want ik moet nog een altaarstuk klaarmaken. Daar heeft de proost speciaal om gevraagd. Ik vond het fijn met u gesproken te hebben en wens nog een fijne dag toe.